Al zo'n 160 jaar is dit zowat de enige verstoring van de rust rondom Hulte. De trein van Tilburg naar Breda, op en neer. Hulte is een dorpje ten westen van Tilburg en ligt in de gemeente Gilze en Rijen. Het telt zo'n 430 inwoners. En de voornaamste bronnen van inkomsten zijn landbouw en veeteelt. Dat is het dan, zult u denken. Maar er is toch iets meer over te vertellen. In de 14e eeuw was Hulten een aparte heerlijkheid. Leenman was Wouter van Diedegem. Hij verkocht de heerlijkheid Hulten aan Jan van Polane II, de heer van Breda. Door het huwelijk van Johanna van Polane, de toen 11-jarige dochter van Jan van Polane III, met graaf Engelbert van Nassau, kwam de familie van Nassau in ons land. En is Engelbert een verre voorvader van onze koning Willem-Alexander. Het Hulten, wat wij nu kennen, ligt ten noorden van de Rijksweg van Breda naar Tilburg. Maar vroeger lag Hulten, zoals u hier op die foto ziet, ten zuiden van die weg. Naast het oude Hulten lag ook het buurtschap Heikant en het bij Tilburg behorende Klein Tilburg. Laten we hier eens een stukje gaan fietsen. In 1997 is er een grensherziening geweest, waardoor dit deel bij Groot Tilburg is gekomen. Maar de mensen hier voelen zich meer Hultenaar of Gilzenaar. Logisch ook, want dit gebied viel vroeger onder de parochie Gilze. Men moest dus steeds naar Gilze om naar de kerk te gaan. Maar daar kwam verandering in 1914. Hier links ligt een camping met de naam Petit 013, oftewel Klein Tilburg. We naderen Manege Tiele, een begrip in de paardensportwereld. En grappig dat iedereen er in Hulten achter zegt. Manege Tiele in Hulde. Terwijl de manege toch echt in Tilburg ligt. We fietsen verder. Verder naar het Hulten van nu. Hier een overzicht om het wat duidelijker te maken. Vanaf Oud-Hulte fietsen we via de Bredase weg naar het Nieuwe Hulte. De Bredase weg is 200 jaar geleden aangelegd en maakte deel uit van de Rijksweg van Tolen naar Graven. Via de oude baan komen we Hulte binnen. Ik besef me nu pas dat ik hier nog nooit geweest ben, terwijl het eigenlijk zo dicht tegen Tilburg aan ligt. Wat me ook opvalt is dat ik helemaal geen winkeltjes zie. Zouden de inwoners in de Heihoef of in Gilze hun boodschappen doen? Hier rechts zien we de Chump, het gemeenschapshuis annex sportzaal van Hulte. Rechts de drie musketiers, peuterwerk, buitenschoolse opvang en basisschool. En hier de Gerardus Majella kerk. Even terug naar de Chump, beter gezegd naar het gemeenschapsleven in Hulten. In 1955 werd de banjovereniging Avanti opgericht. De muziekgroep telde 17 leden, waaronder 7 uit de familie Fens. Ze traden vooral in de regio op. Maar op 15 maart 1958 waren ze te beluisteren op de KRO-radio. In 1963 kwam een eind
aan de muziekvereniging. Terug naar de kerk. De in 1951 gebouwde Gerardus Majella kerk. En deze kerk verving de oude kerk uit 1914 en de naoorlogse noodkerk. Het nieuwe Hulte bestaat als parochie pas sinds 1914. Tot 1914 viel Hulte onder de parochie Gilze. Pastoor Jacques de Wit was de eerste pastoor van de parochie Hulte. Alle kinderen uit Hulte kregen onderwijs in de in 1914 nieuw gebouwde school. Hulten ligt in de aanvliegroute van vliegveld Gilzerijen. In de Tweede Wereldoorlog een Duits militair vliegveld. Het vliegveld is daarom regelmatig doelwit van geallieerde bombardementen. Ook op 19 augustus 1943. De geallieerde bommen kwamen echter op Hulte terecht. De ravage was enorm. Huizen, boerderijen, de kerk en de school stonden in brand en veranderden in een puinhoop. De slachtoffers werden op 21 augustus 1943 begraven op de begraafplaats van Hulte. Door geallieerde beschietingen, maar nu tijdens de bevrijding door de Polen in oktober 1944, werd het café Stad Parijs aan de Rijksweg onherstelbaar beschadigd. In 1945 werd een tijdelijk noodgebouw in gebruik genomen als café, woonhuis van de uitbater en als zuigelingenpost. In 1951 werd het café herbouwd. En zo ziet het café-restaurant Stad Parijs er in 2022 uit. Net na de oorlog wordt de school herbouwd. De kerk op de foto is een houten noodkerk die in 1951 vervangen wordt door de huidige kerk. De Gerardus Majella kerk. De befaamde bedevaart op Hulte, opgestart in 1915, trekt ook nog in de 60, 70 en 80 jaren honderden pelgrims naar de Gerardus Majella kerk. Het schijnt dat deze heilige veel wonderbaarlijke genezingen heeft verricht. Deze zuil met drinkwateraftappunt herinnert aan het 100 jaar bestaan van de parochie Hulte in 2014. In 2013 wordt de Gerardus Majella kerk gesloten. Rest nog een in 2014 geopende en ingezegende stilteruimte. Dwars door Hulte loopt de Grote Lei, die vroeger overgestoken werd via een zogenaamde voort, een doorwaadbare plaats. Wijkenvoort wordt het daar nu genoemd. Dat was het dan weer, einde van ons bezoek aan Hulte. Graag tot een volgende keer bij weer een filmpje uit de serie Hey, God ermee. Houdoe!